curettage is een ingreep waarbij de vrucht uit de baarmoeder wordt gehaald. Om te zorgen dat je daar minder pijn van hebt, kun je kiezen voor een plaatselijke verdoving of sedatie waarbij je kort in slaap wordt gebracht en niets voelt of hoort. Als je langer dan 13 weken zwanger bent, is alleen behandeling onder sedatie mogelijk. Een curettage duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. Voor een curettage neem je het volgende mee. Een nachthemd of extra lang t-shirt, iets warms zoals een vest, badjas of sweater, twee extra onderbroeken, geen strings, sokken en of slippers, maandverband en bij een behandeling met sedatie iets te eten en drinken voor na de behandeling. Na de behandeling blijf je minimaal een half uur in de rustkamer en als alles normaal verloopt, mag je naar huis. Houd er rekening mee dat je in totaal gemiddeld 3 uur in de kliniek aanwezig bent. Na een sedatie mag je niet zelfstandig reizen. We adviseren om na de behandeling ook een paar dagen rustig aan te doen. 4 weken na de behandeling doe je een zwangerschapstest die je van ons meekrijgt om zeker te weten dat de ingreep helemaal gelukt is. Na de behandeling kun je meteen weer zwanger worden. Daarom adviseren we om direct met voorbehoedsmiddelen te beginnen of direct na de behandeling bij ons een spiraaltje te laten plaatsen,